Dit is Maria, gepensioneerd weduwe uit Schilde. Maria is gepensioneerd door koken. Ik heb wel, zonne. Dat heb ik al van jongs af aan gehad. Helaas zit ze s'avonds altijd alleen aan tafel om al dat lekkers op te beuzelen. Hier is Matthias, de zoon van de buurman. Hij komt wekelijks het gras afdoen bij Maria voor een zakcentje. Oh ja, van mijn brammer te kunnen kunnen, hè. Dit is Jos, zelfstandig schrijnwerker en ook afkomstig uit Schilde. Vanwege zijn zaak leeft Jos voornamelijk op diepvrieskost, alhoewel hij echt wel kan genieten van een heerlijke maaltijd. Ja ja, deze avond eet ik weer kippensticks. Die van Cora van Mora, hè. Je kent die wel van een televisie. Stoffel woont te Brugge en werkt als wegenhuiswerker. En daarom moet hij dikwijls ver van huis gaan werken. Hij komt dan ook laat thuis en eten, dat doet hij meestal alleen of in een frituur. Het is beter als mijn stuten bij God. Ik lust die frieten toch zo heren. Patje woont in de nabijgelegen gemeente Zoersel en is graag in goed gezelschap. Hij wil voortdurend nieuwe mensen ontmoeten. Oh ja, wat ik ze nog altijd vragen zal, hè. Je weet nooit wat je ze tegen het lijf gelopen, hè. Een zonnige dag in Schilde. Matthias heeft net de gazon afgereden bij Maria. Jawel, Matthias, ik denk dat ik volgende week nog eens naar forel ga maken. En als dessert naar pudding en rozanen. Dat is nog een recept van Maas Mamoes, hè. Alleen spijtig dat ik het weer alleen goed moet opbeuzelen. Maar Maria, heb je alles van Waschaf de Pot gehoord? Je kunt al gerechten publishen en geïnteresseerde mensen die komen dat dan bij jou opeten. Zo kun je koken en heb je gezelschap. Och ja, publice, dat ken ik niet, menneke. Dat is weer iets op die computer, zeker. Maar weet je wat? Schrijf maar eens in en dan probeer ik dat wel eens een keer. En kom ineens eten. Maar ga ik, mag ik geen vis? Mocht ja, dan steek ik nog wel een pizza van in de oven. Kom nou! Diezelfde avond nog schrijft Matthias Maria in op de website. Oké, eens even zien. Oh ja, voilà. Maria ingeschreven, die ging een forel maken. En dan nog een podding met rozanen. Dan haal ik simpel, één drukje op de knop. Voilà, en dat wordt hier voor God getakt. Diezelfde avond in Schilde. Jos is aan het surfen. Hola pola zeker. Forel de God. En dan nog in mijn straat. Schrijf me direct iets. Ook Stoffel is op datzelfde moment op de site aanwezig. Kijk een keer hier. Volgende week moet ik eens geld gaan betoneren. Maar kan ik daar een lekkere forel naar binnen steken? Kan ik met z'n biet gaan inschrijven? Zeg. En ook Patje volgt enkele uren later al. Amai, forel bij Maria. Lekker. En al flink wat volk ingeschreven. Hier doe ik ook mee. Maria zit al aan tafel als Stoffel arriveert met zijn auto. Ah Maria, ik zeg ik de Stoffels, hè. Ik zeg ik precies de eerste. Kijk, je ineens een blogje meegebracht. Zit er wel, Stoffelke? Moet ik aan een apparentief hebben soms? Ah wel, dat is goed. Al snel zit iedereen aan tafel en serveert Maria haar schotels. Ah wel, Maria, dat is begot heel lekker, jong. Kom ik morgen in eens de maximum aantal punten geven voor die lekkere forel. Het wordt een gezellige avond. Dank u wel, wat schattig pot. Ik moet kijk in de scheld, de toenutse bonen gaan betoneren. Maar kijk ik daar een lekkere forel gaan binnensteken, schreef ik het mee in. Dat trekt op niks. Dat trekt op dat gekleurde.